Hoe bent u 49 jaar geleden begonnen in dit vak? Nou, dat is... Ik kom uit een kaasnest. En mijn vader had een groot bedrijf. En uiteindelijk ben ik niet in de zaak van mijn vader gegaan. Ik wilde zelf iets opbouwen. En toen ben ik naar de markt gegaan. En toen had ik... De eerste markt was in Rotterdam Schiebroek. Dat was mijn eerste markt. Maar ik wist dat ik meer kon. Toen ben ik naar een bakker gegaan. Een bakker die vroeg mij om het raspen van kaas voor de pizza. Voor de pizza's. Dus heb ik in de keuken met mevrouw Riet heb ik een paar stukken kaas genomen. En heb die kaas geraspt. En heb ik bij de bakker gebracht. Dat was mijn eerste order van de geraspte kaas. Maar toen zei die, meneer Klootwijk, moest luisteren, ik wil volgende week hebben 8 kilo jong en 8 kilo oud. Maar dat moet geraspt worden en dat moet gemengd worden. Maar als je een stuk kaas raspt, dan wordt dit een stuk kaas, het volume wordt eens zo groot. Het volume wordt groter. Dus wij waren in de keuken bezig met allemaal emmers met geraspte kaas. Maar toen zei mevrouw, ik zeg, hoe moeten we dat nou doen? Toen zegt mijn vrouw, weet je wat we doen? We maken het bad schoon. We doen dat allemaal in het bad. En toen ben ik op mijn knieën gaan zitten. En heb ik zo zijn we begonnen. En nu staat er een fabriek waar grote mengtrommels staan. En ja, dat gebeurt allemaal automatisch tegenwoordig. En nu hebben we een van de modernste bedrijven van Nederland. De raspfabriek hebben we verkocht aan mijn compagnon. En de markten heb ik aan Jolande overgedaan. Zodat toch het raspen doorgaat en dan de markten doorgaat. Zeker, het gaat heel goed. Bedankt, blijf gezond. We weten waar we moeten zijn, hè? Het ging om dit bordje vergeeld. Ik denk dat dat het 60, 70, 80 jaar oud is. Dat heb ik in de fabriek gedaan. En als ondernemer heb me dat erg geprikt. Dus kijken, die het al wil kopen wat hij ziet. Schoonheid verstaat de handel niet. Die veel verteert op kleine winsten. En bijna nooit wil zijn de minste. Die iedereen zijn goed vertrouwt. En niet behoorlijk boekhoudt. Die zelden rekent, weinig schrijft. Het is een wonder dat hij koopman blijft. En dat hing hoog in de fabriek. Ik zeg, ik moet het hebben. Al kost het me 100 guldens of kaas. Dat bordje, dat heb ik. Dat is voor mij een trofee. Ja, wat moet ik nog meer vertellen? Ik heb natuurlijk een hele... Ja, we hebben zelf ook een fabriek gebouwd natuurlijk tussen het raspen van kaas. En als je nu komt kijken, hebben we een fabriek met robots. Het grens aan het ongelooflijk. Wat er tegenwoordig allemaal kan. En dat is een stukje van mijn leven is dat natuurlijk. Hè. Heeft u één marktkraam of zijn er nog meerdere? Nee, we hebben vijf markten. Vijf markten in de week. En wat zijn de leuke dingen die u meegemaakt heeft? De leuke dingen die we hebben meegemaakt? Weet je wat nou het mooiste is? De mensen. Ik geniet van de mensen. Dat is nou het leukste wat er is. Met u praten, met die mevrouw praten. Die krijg ik in de hand. En met mensen om me gaan. Dat is mijn leven. Maar u gaat er nog niet helemaal mee stoppen, begrijp ik? Nee, ik kan nog drie. Marten ga ik mee met Jolanda. Ja, verder moet ik kijken wat ik verder doe. Ik wil wat vrijwilligerswerk gaan doen. Ik heb voor het eerst bij mevrouw in de tuin heb ik onkruid gebied. Nou, dat had ik nog nooit van mijn leven gedacht dat ik dat ooit zou doen. Het hele kaasproces heb ik zo'n beetje in mijn hoofd. Nou, daar heb ik de beste kwaliteit voor. Dus dat heb ik ook weer van mijn vader geleerd. Ja. En ik had een hele oude vader en die had... Dag jongeman. Tot ziens. Die had... Zoveel verstand van kaas, ik heb een hoop geleerd. En zei, kaas is precies een mens. Ik zei, pa, hoe bedoelt u dat? En als we een kaas boren, dan boren we hem in het hart. En dat hartje, dat heb je ook. Snap je? Dus een kaas heeft heel... En een kaas is van jong, wordt ouder. Dat worden wij ook. Dus een kaas heeft heel veel overeenkomst met een mens. En dat heb ik van die vader van mij geleerd. Zo kun je de kwaliteit van de kaas beoordelen. Proef eens het. Zo werd vroeger een kaas beoordeeld. Dan zei je, ik heb een mooie partij kaas. Die werd hier geboord. En dan kun je de kwaliteit en de smaak, die kun je dan zeggen, joh, die kaas bevalt me goed. Nou, en dan kocht je een partij.
Wat moet ik zeggen? Ja, dit is denk ik, zover ik weet, de oudste kaars die er op dit aardbolletje bestaat. Ik heb er twee. Ik heb er één aan een Bodegraven in kaasmuseum. Daar heb ik eentje geschonken. Ook zo'nzelfde kaars. En ik heb er zelf eentje bewaard voor mijn... Voor de fun, als het ware. Uit welk jaar komt deze? 1972. Zou die nog eetbaar zijn? Dat weet niemand. Omdat het nog nooit vertoond is. Ja, het is voor mij een trofee. Mijn trofee. Maar ik durf hem niet. Ik durf hem niet te boren. Dan, het is net als een fles wijn. Dan denk je, nou, die is 10 jaar, ik noem maar wat. Denk, die moet wel subliem zijn. En misschien is hij zo bitter als gal. Dat wil ik hier niet doen. Dat is iets voor jou. Alsjeblieft. Oh, dat is goed.